Goeiedag. Ja, de afgelopen dagen is er veel over geschreven en gezegd. De komeet, en gisteravond liet hij zich dan zien in delen van Nederland. Aan de westelijke hemel, rond een uur of 8, vlak voordat hij onder de horizon verdween, kon de komeet waargenomen worden. En we hebben op Weerplaza heel veel mooie foto's ontvangen. Komende avond denk ik al dat het een stuk moeilijker wordt, want de komeet die verwijdert zich steeds verder van de zon. En dat betekent ook dat hij steeds minder goed zichtbaar wordt. Wat volgde was een koude nacht. Mooi beeld hier vanuit het noordoosten van het land, Assen om precies te zijn. Ja, rijp op het gras. Temperatuur kwam ook onder nul in dat gebied aan de grond. En het was echt een koude nacht. Sterker nog, het was weer voor het eerst sinds het voorjaar dat we vorst hebben gemeten op neushoogte, op 1,5 meter hoogte. We hebben wel al vorst aan de grond gehad, maar in Groningen werd het ook min 0,8 op neushoogte. Komende nacht zal het niet zo koud worden, want vanuit het zuiden komt bewolking en dat werkt als een dekentje. Dat zorgt dat die afkoeling niet zo hard gaat en dat niet alleen. De aangevoerde lucht die wordt geleidelijk aan ook zachter, want vanaf morgen krijgen we te maken met zeer hoge temperaturen. Die bewolking gaat morgen overdag weer breken. De zon die komt er dan bij en dan wordt het in het zuiden van het land ruim 20 graden. Donderdag passeren er wel een paar buien. Dan is er ook meer bewolking aanwezig. Zitten we nog steeds wel in die zachte lucht, maar het weerbeeld is dan duidelijk wel wat wisselvalliger. Nou, komende nacht dus niet meer die lage minima, u zag ze net. Komende nacht komen we uit op zo'n 7 graden in het noorden. In het zuiden, waar de bewolking al eerder dikker is, wordt het 11 of 12 graden. Heel misschien valt er lokaal een spatje regen uit die bewolking, maar dat stelt niet veel voor. De wind die waait uit het oosten is overwegend matig, daar komt weinig verandering in. En dan morgen, ja, dan gaat die temperatuur flink stijgen. Ik heb hier de weerkaarten achter elkaar gezet. Eerst nog eventjes komende nacht, dan zien we die temperaturen, het verschil ook tussen Noord en Zuid. En dan morgen overdag, kijk eens even, 21, 22 graden in Brabant. En ook de dag erop is het nog zeer zacht en komen we uit op 19 graden in een groot deel van het land. Niet alleen in het zuiden, ook het oosten. Maar ja, donderdag dus wel hier en daar een bui. Goed, gaan we naar de kaart voor woensdag met die hoge temperaturen. 18, 19 graden in het noorden, in het zuiden 21, 22 graden. Nog steeds wel die stevige zuidoostenwind. En die waardes 21, 22, nou het zullen waarschijnlijk geen records worden. Maar het is wel echt zacht hoor voor deze tijd. Normaal 13, 14 graden. Op donderdag komen we uit op 19 graden met dus hier en daar een bui en waarschijnlijk weinig ruimte voor de zon. En ook de dagen erna blijft het toch wel iets wat aan de wisselvallige kant. Droge periodes overheersen overigens hoor en de zon die is er ook bij. En de temperatuur, ja, die blijft gewoon hoog. Zo'n 17, 18 graden zien we terug in de komende periode. Nog fijne dag.